Goedemiddag en welkom bij het webinar in 5 stappen naar een goede online les. Erik, dank voor de uitnodiging. Leuk dat je er om bent. Hier te mogen zijn samen met jullie. Wij gaan het samen doen vandaag. Dat betekent dat ik jullie wat meer meeneem in het idee daarachter en misschien in de theorie. En voor de interactieve stukjes neemt Erik jullie mee ook om het te ervaren vandaag. Ja, we gaan echt een interactief webinar van maken. Dat is zeker de bedoeling. Dat is alvast heel veel plezier. Ja, ook namens mij veel plezier. Laat ik beginnen met jullie te feliciteren met je nieuwe baan. En dat is niet flauw bedoeld, maar ik geloof dat het mei was toen iemand tegen mij zei, nou, het voelt echt alsof ik een nieuwe baan heb. Want alles wat ik deed, hè, daar was ik succesvol in. Mijn studenten hadden goede resultaten. Ik ging met plezier naar school. En het moet allemaal anders. Ik moet allemaal dingen doen die ik helemaal niet kan en ken en nog nooit eerder heb gedaan. Het voelt alsof ik een nieuwe baan heb. En wat er volgens mij toen gebeurd is, is wat wel bekend staat als emergency remote teaching. Een beetje het schip verbouwen terwijl het aan het varen is. Dus we zijn heel hard ons best gaan doen om dat onderwijs in de lucht te houden. Wat ten dele ook supergoed gelukt is, waar we waanzinnig veel van geleerd hebben. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet helemaal hoe je het wil. Dus ik zou willen voorstellen, als je dan bij wijze van spreken een nieuwe baan hebt en als we dan dat onderwijs waar we zo gewend aan waren moeten opnieuw moeten ontwerpen, moeten herontwerpen, dan zou ik zeggen, laten we dan even teruggaan naar de tekentafel en echt ook eventjes weer vanaf het begin beginnen. Dus ter introductie op deze webinar wil ik jullie graag meenemen in 5 stappen naar goed online leren en lesgeven. En wat mij betreft begint dat bij de eerste stap, namelijk start met de leerdoelen en de succescriteria. Als je nieuw onderwijs wil ontwerpen of als je onderwijs wil herontwerpen, dan is het volgens mij belangrijk om even te weten waar je met je studenten naartoe wil. En dat niet alleen, ook hoe je ze uiteindelijk de kans wil geven om te laten zien dat ze die leerdoelen en succescriteria hebben behaald. Dus met andere woorden, de vraag hoe ga je evalueren? En dat kan niet meer op de manier zoals we dat gedaan hebben, tenminste ten dele misschien nog, maar zeker niet helemaal. Dus we moeten andere manieren vinden om dat onderwijs te evalueren, te toetsen, af te sluiten enzovoorts. De belangrijkste les die ik zelf heb geleerd de afgelopen maanden is eigenlijk denk niet in lessen, maar denk in leeractiviteiten. Wat ik deed en wat ik veel anderen heb zien doen, is een gewone les van 45, 60, 90 minuten kopiëren naar een soort online les in Teams. Nou, ik denk dat jullie dat ook hebben ervaren. Dat werkt niet. Je loopt tegen allerlei beperkingen aan. Non-verbale communicatie ontbreekt voor een groot deel. Dus wat in een klas werkt, werkt online vaak niet. Ik dacht, als je dat nou eens opsplitst in losse leeractiviteiten en dan per leeractiviteit nadenkt, hey, hoe ga ik die dan vormgeven? Wat doe ik dan online en wat moet echt offline? En wat kunnen ze alleen doen? Wat doen ze samen? Wat doen we op hetzelfde moment synchroon? Of wat kunnen ze in hun eigen tijd en tempo asynchroon doen? En dan is het volgens mij belangrijk om als je die leeractiviteiten hebt staan, om even de check te doen, is er dan sprake van een goede mix? Zitten we niet 90 minuten naar de docent te luisteren, alleen maar online? Dus is er een goede mix tussen de knoppen waar je aan kunt draaien? En de vijfde en laatste stap is wat mij betreft, gebruik leerversterkers, heb ik dat maar genoemd. Hè? Er staan er een aantal. Structuur is belangrijk, afwisseling is belangrijk. Maar ook het activeren van je studenten, zorgen voor interactie met en tussen je studenten. Maar ook het leren zichtbaar maken, zodat je daar weer bij kunt aansluiten. En ik denk dat je per leeractiviteit dan kunt nadenken over hoe zet ik welke leerversterkers in. En tot slot, misschien geen stap, maar wel een belangrijke les die ik ook heb geleerd. Ik zag ooit een filmpje van Pedro de Bruikere waarin hij zei, keep it smart and simple. Dus ook in deze webinar krijg je weer allerlei suggesties en ideeën om te gaan toe te passen. Ja, ik zou zeggen, verwacht niet meteen van jezelf dat je dat volgende week allemaal op orde hebt. Begin gewoon eenvoudig, misschien met een Teamsles en een PowerPoint. En langzaam van daaruit ga je het uitbreiden, zodat het voor jou behapbaar is, maar ook voor je studenten. Wat we willen doen in deze webinar is eerst even focussen op die derde stap. Denk niet in lessen, maar denk in leeractiviteiten. De vraag is alleen, aan welke leeractiviteiten denk je dan? Dus even het woord aan jou, Erik, om samen met degene die nu meedoen te gaan kijken naar de vraag, aan welke leeractiviteiten denk je dan? Yes, dankjewel Michel voor deze eerste uitleg over hoe ga je in 5 stappen naar een goede online les. Een van de belangrijkste dingen denk ik die je al nu hebt genoemd is dat het echt wel iets anders vraagt. Een andere manier van
ja, je les opbouwen, les uitwerken in leeractiviteiten dan wat je misschien gewend bent. En we zijn hier nu live vanuit de studio in het Techniek Innovatiehuis. Dat betekent dat jullie ook nu, ook kijk je mee via de YouTube livestream, tenminste als je deze live kijkt en niet later op een moment terugziet, dan kun je ook meedoen met een aantal voorbeelden van die interactiemomenten waar we het steeds over hebben. Hoe werkt dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Nou, een van de dingen die jullie waarschijnlijk wel kennen is de tool Mentimeter. Is denk ik niet heel nieuw voor de meesten. Maar laten we eens kijken wat jullie onder leeractiviteiten bijvoorbeeld allemaal voor beelden bij hebben. Wat voor soort activiteiten zijn het? Uitleg geven, instructie, dat soort dingen. Ik wil jullie vragen, er zit een kleine vertraging in de YouTube-stream. Als het goed is, maar iets van 10 seconden ongeveer. Maar we gaan naar de website menti.com. En daar kun je de code invullen die in beeld staat. Dat is 84782 90. En als je super hip bent, dan kan je natuurlijk ook de QR-code scannen met je telefoon. Dan kan je gewoon de YouTube-stream openlaten en dan kijk je op je telefoon mee. En dan zet ik dan een vraag, staat daar voor jullie klaar. Kijken of dat ook goed gaat. Dat is natuurlijk wel dubbel digitaal dit. We doen een livestream en jullie zijn hier niet en jullie gaan toch meedoen met interactie. Dus ik ben heel benieuwd of dat helemaal natuurlijk goed gaat. Laten we even kijken of er al mensen binnen zijn. Jazeker, ik ga nog even de resultaten verbergen, dat is leuker. Maar ik zag al in ieder geval twee mensen die binnen zijn die wat kunnen invullen. Dus dat werkt op zich wel. Ik ben benieuwd of er nog meer mensen komen. Kijk, 3, 4. Aan welke leeractiviteiten denk je? Als je het introductieverhaaltje van Michel net hebt gehoord, waar denk je dan aan die je misschien impliciet of niet bewust in je les ook doet? Maar je les is normaal gesproken 45 minuten tot een uur. Daarin doe je van alles met studenten, van welkom heten natuurlijk, tot weer de deur uit sturen. En tegenwoordig niet vergeten even te melden. Als je naar buiten gaat, doe je mondkapje op. Hoort er allemaal bij, maar welke activiteiten voer je allemaal tussendoor uit? Wat zijn dat precies voor dingen? Oké, we hebben 12 mensen nu binnen. Zal ik alvast wat laten zien? Heel kort nog, voor degenen die Mentimeter niet kennen. Mentimeter is een betaalde tool. Dat betekent dat je er wel voor moet betalen als je de geavanceerdere mogelijkheden wilt gebruiken. Standaard kun je met de gratis versie van Mentimeter 2 vragen achter elkaar, als een soort PowerPoint idee, 2 vragen achter elkaar klaarzetten voor je publiek. Wil je er meer, dan moet je betalen. Het is best wel duur, dus we gaan je zo nog wat andere varianten laten zien waarin dat niet nodig is. Maar het is wel een heel mooie en krachtige tool waar je veel verschillende soorten vragen, mensen kunnen schuiven of ze het ergens mee eens of oneens zijn. Daar krijg je heel mooie resultaten ook van te zien. Dus het is wel een krachtige tool, maar ja, wel betaald. Dus dan weet je dat in ieder geval. Okido, even kijken hoor. We zetten eventjes de resultaten aan. Dat is ook een optie die je kan doen. Dus je kan, om het spannend te maken, de resultaten van de studenten die een antwoord geven, dus nog even verbergen. Je kan ook nog een timer zetten van ik wil een countdown instellen. Nou, dat is nu een minuut, dat is heel lang. Cancel. Ik kan ook 10 seconden zeggen. Dan telt hij nog af 10 seconden en dan kan je daarna niet meer stemmen. Dus dat kan ook helpen om in ieder geval een beetje structuur aan te brengen in deze activiteit. Dus nu is die klaar. Voting is closed. Show the results. Tadaa. Nu krijg je eigenlijk een wordcloud te zien. Kennen jullie waarschijnlijk ook wel. En we zien daar inderdaad grotere en kleinere woorden. Die grote woorden zijn dus vaker genoemd, door meer mensen genoemd. En de kleine woorden wat minder vaak. Even kijken, dingen als instructie inderdaad. Kahoot. Een energizer. Is genoemd activerende werkvormen, filmpjes vertonen, zelfstandig aan de slag. Nou, je kan uiteindelijk zeggen van ik heb bijvoorbeeld een onderwerp behandeld, filmpjes, als je daarop klikt dan gaat er eentje weg en dan blijft er de rest over. Dus op die manier kan je bijvoorbeeld dubbelingen eruit halen en dingen die je niet belangrijk meer vindt. Of mensen die andere rare woorden erin gooien, die kun je ook snel wegklikken. Er zit trouwens wel een filter al op, dus dat doet hij wel. Nou, dat is voor de tool van Mentimeter. Michel, aan jou het woord om weer verder te gaan.
Goed, dankjewel. Ja, dus aan welke leeractiviteiten denk je dan? Nou, je ziet een enorme grote hoeveelheid antwoorden. Dus je zou zeggen, ja, als ik het aan een aantal docenten vraag, dan krijg je een beetje dezelfde antwoorden. Je ziet ook wel in de WordCloud die is ontstaan, dat er een aantal woorden wat groter zijn. Hè? Die zijn dus vaker door jullie genoemd. En sommige woorden horen bij elkaar. Hè? Je zag staan uitleg en instructie. Nou, dat is misschien hetzelfde. We begonnen dit met dat 5-stappenplan. Hè? Toen zei ik, ja, terug naar de tekentafel. Maar ook keep it smart and simple. Dus misschien kunnen we jullie WordCloud eigenlijk terugbrengen tot 5 leeractiviteiten. Gewoon om een klein beetje grip te krijgen op de situatie. Dus denk niet in lessen, denk in leeractiviteiten. Aan welke leeractiviteiten kun je dan denken? Nou, dat leerproces van een student begint volgens mij bij het oriënteren. En het gaat over belangstelling wekken voor de nieuwe leerstof, aandacht richten op de nieuwe leerstof, maar ook voorkennis activeren. En niet alleen activeren, maar ook zichtbaar maken, zodat je daarbij kunt aansluiten. Nou, je zag dat ook staan in jullie WordCloud, hè? Uitleg is een belangrijke component in dat leerproces. Als je wat meer een vaardighedenvak geeft, dan zou daar ook kunnen staan voordoen of voordoen nadoen. Dus dat is een belangrijke onderdeel, zou ik maar zeggen. En dan misschien komt na de uitleg wel het begeleid inoefenen. Controle op begrip, kijken of ze het daadwerkelijk kunnen nadoen. Het is een fase waarin je eigenlijk heel dicht op de student staat, over zijn schouder meekijkt bij wijze van spreken. Waarbij zelfwerkzaamheid, zelfstandig verwerken, ja, daar is het misschien wat meer op afstand. Hè. Daar zijn ze het echt aan het repeteren. Daar moet routine ontstaan. Dat kunnen ze alleen doen of kunnen ze samen doen. Maar dat is wat meer op afstand. Om uiteindelijk uit te komen bij die 5e en voor nu even laatste leeractiviteit. Evalueren. Dus het leren zichtbaar maken. Kijken of de leerdoelen en succescriteria ook daadwerkelijk behaald zijn. Nou, als je nou kijkt naar dat oriënteren, eigenlijk wat wij, Erik en ik, net hebben geprobeerd met jullie, is ook al een activiteit te doen die valt in die leeractiviteit oriënteren. Hey, Erik vroeg aan jullie, waar denk je dan aan als Michel iets zegt over leeractiviteiten? Dus dat betekent dat jullie voorkennis is geactiveerd, zichtbaar is gemaakt in die WordCloud, zodat ik met mijn verhaal over die 5 leeractiviteiten daarbij kan aansluiten. Het is een klein voorbeeldje, maar het is wel een voorbeeldje. Maar ook het uitleggen. Ik heb een PowerPoint gemaakt. Wij hebben geprobeerd om iets van interactie met jullie te krijgen door daar een Mentimeter aan toe te voegen. Dus keep it smart and simple. Nou, misschien zou je dan aan zo'n PowerPoint af en toe eens een Mentimeter kunnen toevoegen om je studenten te activeren en om wat meer interactie op gang te brengen. De vraag is even, heeft dat zin? Ja, zeker. Dat heeft heel veel zin. Er zijn ook verschillende onderzoeken naar gedaan. Dat als je tijdens zo'n stukje uitleg, al is het maar 2 of 3 keer eventjes een vraag stelt aan je studenten, dan worden ze geactiveerd, is er meer interactie, gebeurt er meer in de hoofden van die kinderen. Dus dat heeft wel degelijk zin. Nu is er nog een manier om dat te doen. Ja, er zijn talloze manieren om dat te doen, maar wij willen eigenlijk graag nog een voorbeeldje aan jullie laten ervaren. Ik weet niet of je dit kent, dit zijn wisbordjes. Die worden veel gebruikt in het basisonderwijs. Ik zie ze steeds meer ook in het voortgezet onderwijs, maar ik kom ze ook al tegen in het middelbaar beroepsonderwijs. Dat zijn van die geplastificeerde bordjes waar je iets op kunt schrijven en dan kun je het weer uitvegen. Dus ik stel als docent een controlevraag. Ik vraag aan mijn studenten om daar even een antwoord op te schrijven. 3, 2, 1, ze houden het omhoog. En daar is een digitale variant van. Begrijp me niet verkeerd, hè? Natuurlijk hartstikke fijn als je dat face-to-face kunt doen. Maar goed, we zitten niet altijd in die situatie. Dus daar is een digitale variant van. En aan jou, Erik, het verzoek om dat even met iedereen uit te proberen. Voor alles is inderdaad gelukkig tegenwoordig een digitale versie. Dus dat is heel fijn, ook voor de whiteboardjes die je uit kan vegen. In Microsoft Teams, zoals jullie weten, zit ook een whiteboard. Maar die werkt net eventjes iets anders dan de whiteboards die ik jullie hier even wil laten zien. Dit is een website die je kan gebruiken. Dat is whiteboard.fi, Ferdinand Isaak. En daar kun je eigenlijk heel makkelijk, zonder je te hoeven registreren, zonder dat leerlingen zich hoeven te registreren, studenten, kun je werken met whiteboardjes. Iedere student krijgt een eigen whiteboard waar hij op kan tekenen, tekst kan schrijven, zijn dingen kan delen. En jij als docent zijnde ziet al die whiteboards van al die leerlingen. Dat gaan we even demonstreren. Dus zonder dat je hoeft in te loggen kun je eigenlijk rechtsbovenin opnieuw klikken. En dan krijg je de mogelijkheid om je eigen naam op te geven. Nou, Erik. Je kan nog kiezen of je mensen in een wachtruimte wil laten wachten voordat ze naar binnen kunnen. Dat hoeft nu niet en je kan ook nog
leerlingen iets laten opslaan. Maar dat hoeven we nu ook allemaal niet te doen. Dan staat er Create New Class. En dan zie je een linkje. En deze link, daar moet je wel even op letten, is 2 uur ongeveer geldig. Nou, 2 uur precies volgens mij. En daarmee kun je dus eventjes snel een les maken. En daarna is alles wat erop staat is ook weer weg, verdwenen. Kun je nooit meer terugvinden. Als je dat niet wil, als je dingen wilt voorbereiden of veranderen, dan moet je ervoor zorgen dat je een account aanmaakt en inlogt. Ik wil jullie vragen om naar deze link te gaan. Dat is dat whiteboard.fi. En dan een schuine streep naar voren, R538E. En ik kan jullie ook weer hiervan een QR-code laten zien. Dan kun je gelijk daarop klikken. Maar dan zie je niet de link. Dus deze laat ik eventjes zien. 10 seconden ongeveer nog. Dus mocht je willen scannen, pak gelijk even je telefoon erbij. Dan kom je hier ook in. Kijken of dat lukt. En de link weer eventjes in beeld. Kijken of jullie erin komen. Ik zie al 1 iemand die het is gelukt. Door, gefeliciteerd. Je hebt gewonnen. Je bent de eerste die binnen is. Hanna ook. Miep. Kijk, nu komen er al mensen binnen. Die krijgen allemaal hun eigen digitale whiteboard. Nou, dat is heel leuk. Want die kunnen daar van alles op tekenen. En ik ben als docent zijnde, zie ik ook al die studenten met hun whiteboard. Nou, ik kan bijvoorbeeld een vraag stellen online van jongens, maak eens een mooie tekening van jezelf of schrijf eventjes een antwoord op een som op of maak een korte schets van een bepaald gebouw. Het is wel een beetje tekenen met een stukje zeep, zeker als je een muis gebruikt, dus dat is best wel lastig. Ik kan een whiteboard zelf aanklikken en naar voren halen. Ik kan daar feedback op geven. Ik kan een smiley geven of zeggen jongens, het is niet zo goed idee. Die kan ik weer sluiten. Maar wat ik ook kan doen, is mijn eigen whiteboard gebruiken. En stel, ik wil de stelling van Pythagoras uitleggen. Daar ben ik echt heel goed in, namelijk in wiskunde. Dan kan ik daar ook een plaatje van mijn computer op zetten. Die deel ik dan met jullie. Nou, jullie zien dat als het goed is op het scherm. En ik kan daar ook tekst aan toevoegen. Als ik nou zeg A is 10, B is 5 en wat is C? Die kan ik naar jullie schermpje sturen. Nu krijgen jullie allemaal ook mijn whiteboard op jullie whiteboardje. En kun je daar vervolgens zelf dingen aan toevoegen en op tekenen. En ook de som die er staat kun je dus oplossen. Geen idee of je met deze gegevens al heel het komt, maar de hoek is 90 graden. We weten A en B. Wat is dan de lengte van C? Nou, ik kan daar geen goed of fout feedback verder op geven, want ik heb echt eventjes geen idee. Ik vind deze erg mooi van Esther, die heeft een zwaan getekend. Nou, dat is heel leuk. Als je trouwens meer feedback wilt geven, dan moet je, zie ik, een licentie hebben. Dat is ook goed om te weten in ieder geval. Nou, dit is eigenlijk een heel simpel tooltje wat je zo even erbij kan pakken. Wat laagdrempelig is in gebruik. Geen account, geen moeilijke inloggegevens. En het werkt gewoon heel straightforward. Maar dat kun je wel gebruiken tijdens een teamsvergadering, tijdens een online les die je aan het geven bent. Om eventjes die gasten weer erbij te halen, te activeren. En ook zelf in ieder geval wat controle te hebben over wat ze doen tijdens de les. Dus niet alleen maar luisteren, maar actief bezig zijn. Wat Michel ook zei. Goed, over Michel gesproken, laten we weer luisteren naar hem. En ja, wij wisselen natuurlijk de hele tijd, dus we gaan verder met het verhaal van Michel. Ja, leuk om te zien dat er dus ook een digitale variant is van die whiteboardjes, van die wisbordjes moet ik zeggen. Ja, en je weet hè, niet alles gaat meteen goed als je technologie gaat inzetten in je eigen onderwijs. Dan is er zoveel wat er fout kan gaan dat er eigenlijk altijd wel iets fout gaat. Maar dat dit zelfs met zoveel mensen werkt tot op zekere hoogte is toch leuk om te zien. Ja, nu hoop ik niet dat je boos op ons wordt.
Maar we hebben nu PowerPoint gebruikt, we hebben iets gedaan met Mentimeter en we hebben iets gedaan met Whiteboard.fi. En eigenlijk is er een toepassing van Nederlandse bodem die een aantal van dat soort functionaliteiten bundelt, om het zo maar te zeggen. Dus het is hartstikke leuk om een gereedschapskist te hebben met een aantal van dit soort toepassingen. Maar vanuit de gedachte keep it smart and simple, er is ook één toepassing die dat eigenlijk allemaal bij elkaar brengt. En dat is Lesson Up. Het is niet helemaal een toolworkshop natuurlijk, hè, want het gaat uiteindelijk om het ondersteunen van het leren van je studenten. Maar ik hecht eraan om deze toch eventjes te noemen. En Erik gaat hem zo dadelijk ook even laten ervaren weer met jullie. Omdat Lesson Up een toepassing is waarop je op een hele eenvoudige manier aan een stukje uitleg interactie kunt toevoegen. Waarmee je dus je studenten activeert, waarmee je hun denken activeert, maar ook de opbrengst daarvan zichtbaar maakt. En dat zit hem bijvoorbeeld al in de opbouw van de dia's. Het is gewoon een soort PowerPoint on steroids. Maar je kunt een structuurtje aanzetten waardoor je die leeractiviteiten, die dan in Lesson Up natuurlijk net iets anders heten dan we ze hier op Mondriaan noemen. Maar je ziet wel diezelfde structuur terug, waardoor je wordt uitgenodigd om ook in leeractiviteiten te denken binnen zo'n online les. Dus opnieuw aan jou het verzoek, Erik, om dat even met iedereen uit te proberen. Ja, welkom bij de pubquiz. We hebben helaas geen kerstmuts weten te vinden op deze korte termijn. Pamela heeft overal gezocht, het hele huis overhoop gehaald, niet gelukt. Dus ik heb een pubquiz die ook helemaal niet over kerst gaat, maar het is even een voorbeeld natuurlijk. Ik wil jullie heel kort wat laten zien over Lesson Up. En dat doe ik gelijk aan de hand van wat vragen en de mogelijkheden die we daarmee hebben, om die gelijk even toe te passen. Dus we hebben een pubquiz als voorbeeld. Superleuk. Even een korte uitleg. Het werkt als volgt. Iedereen speelt voor zichzelf. Dus alle mensen die nu online meekijken, die kunnen zelf meedoen. Je kunt straks, laat maar even zien, inloggen op lessonup.app. Hoeft nu nog niet. Mag je een leuke naam voor jezelf bedenken. En je vult de antwoorden zelf in. Dus zonder ze op te zoeken, zonder te googlen. Want we gaan er snel doorheen. Dus daar zou je waarschijnlijk ook geen tijd voor hebben. We zien dan ook gelijk hoe dat gaat bij iedereen. We beginnen zo met de algemene vragen. Je kan meedoen. Ga op je telefoon, op je device, op je laptop naar lessonup.app. En daar kun je met een pincode inloggen. En die pincode zie je in beeld 015302. En als je daar op inlogt, geef je dus je naam op. En dan zie je inderdaad gelijk hoeveel leerlingen er meedoen. Dus daar wachten we even op tot we een leuk groepje hebben. Ja, even de Marielle, jullie zouden wel zelf alleen moeten spelen eigenlijk. Dus niet veel mensen niet veel samenwerken dan. Om de beurt een vraag beantwoorden. Zoals zo eerlijk. Oh, een leuke goede naam. Erik is cool. Top. Nou, we doen nu 17 mee. We wachten nog heel eventjes, want dat hoort erbij. Het is puur ter demonstratie doeleinden. Oké, er komen nog wat mensen binnen. Ja, er zit natuurlijk wat vertraging in, dus ik moet gewoon ook eventjes wachten. Het is ook zonde als je mee wilt doen en je kan niet meedoen. Mochten jullie trouwens vragen hebben, tussendoor, dit gaat dan over wat tools dingen, maar ook aan Michel strakjes, noteer ze gewoon, zet ze in de chat. En als het goed is hebben we straks nog eventjes tijd om daar naar te kijken. Oké. Nou, mochten mensen een hele rare naam hebben ingevuld of wat dan ook, kun je ze ook op dit moment nog uit de groep gooien. Dat ga ik nu niet doen, want voor mij ziet het er allemaal goed uit. Dan doen nu 32 mensen doen er mee. Superleuk. En de eerste vraag is, waarom zitten er 13 beschuiten in een rol beschuit? Ja, waarom is dat? Is dat A? Het waren er ooit 12, maar ze zijn dunner geworden. Een dozijn was lang geleden 13 in plaats van 12. Er pasten er 13 op een rij in de vroegere bakkersoven. Ja, dat is helemaal zo. En de bedenker had 13 als geluksgetal. Meneer Beschuit. Oké. We hebben 30 antwoorden binnen. 32. 32 antwoorden. Voor mij waren we met z'n 32. Even kijken.
De meeste mensen hebben antwoord C gekozen. Er pasten er 13 op een rij in de vroegere bakkersoven. Kijken of dat goed is. Ja, dat is goed. En hieronder zie je de namen ook. Wat goed. Nou, goede start denk ik zo. Op naar de volgende. Op welke foto zien we het juiste Google-logo? Is dat het logo A aan de linkerkant of is dat logo B aan de rechterkant? En het schijnt zo te zijn, dingen zoals het NS-logo, heel veel andere logo's die we iedere dag zien. Probeer het NS-logo maar eens na te tekenen uit je hoofd. Je ziet het misschien heel vaak, zeker mensen die natuurlijk met de trein komen, maar toch om dat zelf na te tekenen zo op de een of andere manier is dat best wel lastig. Dat zit ook met de kleuren van Google. Hoe zat het nou ook alweer? Was het nou blauw en dan rood en dan geel? Of andersom? Maakt er gewoon niet zoveel uit, maar toch benieuwd of jullie daarop letten. Het gaat heel gelijk op. Oh, één iemand heeft meer antwoord A gekozen dan antwoord B. En wat is het juiste antwoord? A. Nou, heel goed. Ik denk dat het een gokje is geweest van de meeste mensen. 50-50. Goed, volgende ronde. De filmronde. Je ziet een plaatje. Er staat Cool Ego Energy. En een vraag voor de puzzelliefhebbers. Welk beroemde acteur zit verstopt in het anagram Cool Ego Energy? En nu kun je een antwoord intypen. En het maakt niet uit of je hoofdletters of kleine letters gebruikt. Je moet wel de naam, de voor- en de achternaam moet je invullen. En we krijgen dan hier in beeld krijgen we de kaartjes te zien met de namen van de mensen die een antwoord hebben ingediend. Ik hoop dat Erik Cool het goed heeft. Dat gaan we zo even naar kijken, want dat zou wel top zijn. Dus ja, dat is wel even moeilijk puzzelen. 5 mensen hebben pas een antwoord gegeven, dus de rest is nog hard aan het nadenken. Ik hoop dat er nog wat meer mensen komen. Hebben jullie dit al gezien trouwens? Sigurd 11. Vonden we erg grappig. In plaats van Sigurd zelf. Dit is een bar waar we zijn, een kerstbar. Voorlopig helaas kunnen we daar niet in. 15 antwoorden. Nou, we houden het hierbij, want we hebben heel veel antwoorden al binnen. Jeroen nog. Ik ga kijken wat heeft Erik is Cool gezegd. George Clooney. Ja, en Julia? George Clooney. Femke Halsema. Nou, het is verkeerd geschreven en het is niet goed. Vraagteken. Nou, ik kan hier het goede antwoord laten zien. Is inderdaad George Clooney. Heel goed, Erik is Cool. Daar ben ik blij mee. Dus, een aantal hadden het goed. Een aantal hadden het niet goed. Dat zien we hier in dit geval in kleurtjes. Mensen die groen zijn, hebben het juiste antwoord en de anderen niet. De antwoorden kun je ook voor allemaal gelijk zien. Ja, toch wel een paar mooie variaties en creatieve antwoorden in ieder geval. Dus weet dat dat ook kan. De muziekronde is de laatste ronde. We hebben nog 2 vraagjes om deze te laten zien. Jullie gaan een fragment horen, een geluidsfragment. En jullie mogen kiezen wie zingt dit nummer om even in te komen. Technische uitdaging lukt het om jullie ook het geluid te laten horen. I feel you breathing down my neck when I want space. I told you how I feel but nothing changed. Am I wrong? C. Davina. Am I wrong? You can wrap your arms around me, that's okay. But when your hands run down my back, don't pass my way. It's no more. Hoor je geen muziek? Anymore. Sorry, hoor je mij niet? Oké. We hebben een technische vraag. Maar de pubquiz die werd altijd door de personeelsvereniging gegeven. En helaas gaat dat niet meer door. Maar we hebben nu antwoorden binnen. Wie is het geweest? A, B of C? Of D? Ja, Davina en Michelle. Dat hadden de meeste mensen weer goed. Heel top. Oké, en deze is, zo oud ben ik ook weer niet, de jaren 70, maar ook leuk. Welke band uit de jaren 70? Ze hebben Ozzy Osbourne. Nou, ik ben heel benieuwd. Dat zegt ook wel iets over de doelgroep wellicht, dit. Wie zijn jullie?
Kennen jullie deze band? Oké. 3, 2, next. De meeste van jullie kiezen Black Sabbath. Ja, dat klopt. Heel goed gedaan. Mooi. Nou, we gaan hiermee stoppen met deze, doen we niet meer. Want ik wil jullie heel kort even laten zien. Dat was natuurlijk best prima om op deze manier een pubquiz met jullie te doen. Daar zijn we hier natuurlijk niet voor bij elkaar. Maar het idee is, er zijn heel veel verschillende soorten antwoorden mogelijk. En als je aan de achterkant kijkt, hoe ziet dat er nou uit? Zijn er twee dingen. Ten eerste, deze pubquiz heb ik helemaal niet hoeven te maken. Want ik kan gewoon op de website van LessonUp zoeken naar bestaande lessen. Er staan er ontzettend veel op over allerlei onderwerpen. En ik kan deze aanpassen naar waar ik behoefte aan heb. Dus ik kan er vragen uithalen, ik kan er dingen aan toevoegen. Ik kan de stijl aanpassen, de kleuren. En dat werkt een beetje eigenlijk zoals je gewend bent in PowerPoint. Er staan aan de linkerzijde hier, kun je zien, dat je daar eigenlijk een soort dia ziet, een soort miniaturen. En een grijs plusje eronder en dan kan ik dingen aan toevoegen. Dus we hebben een intro scherm. Nou, ik heb daar een plaatje aan toegevoegd van die kerstmuts. Dan maar de digitale, wat ik al zei. Die heb ik eraan toegevoegd. En je kan op die manier eigenlijk alles helemaal naar je eigen smaak inrichten. Je kan ook je eigen PowerPoint importeren. Dat is ook een mogelijkheid. Dus dan hoef je niet alles helemaal opnieuw te maken, maar gewoon je eigen PowerPoint met je instructie. En dan kan je leuke dingen doen door er bijvoorbeeld een multiple choice vraag aan toe te voegen of een van de andere interactiemogelijkheden die je net hebt gezien. Dit kun je fullscreen delen natuurlijk, gewoon met je studenten, of ze nou in de klas zitten of online bezig zijn. En eigenlijk, wat Michel ook al zei, staat er ook al een structuur voor je aan de linkerzijde. Waarbij je wat doe je vooraf, dus dat is een welkomstscherm, een korte uitleg over wat gaan we precies doen. Hoe is deze les opgebouwd? Dan je instructie, dat kan zijn een stukje theorie bijvoorbeeld, wat je uitlegt, of een andere video. En in dit geval toepassing. Nou, hier kun je dus allerlei vragen aan toevoegen. En als ik op dat plusje klik, krijg ik eigenlijk de keuze. Wat wil ik doen? Wil ik gewoon een slide toevoegen? Een video van YouTube, plaatjes, websites, Google Maps kun je integreren. Maar ook die interactieve elementen, zoals een multiple choice vraag. Je hebt een woordenweb wat je kan maken. Eigenlijk een beetje wat we net al lieten zien in Mentimeter. Heel veel van die mogelijkheden zitten hierin. En het goede nieuws is dat we daar vanuit Mondriaan nu ook licenties voor hebben, zodat jullie daar allemaal mee aan de slag kunnen binnenkort. Daar wordt nog over geïnformeerd, dat zal ook op Mondriaan net staan in ieder geval. Maar weet ervan dat dit dus ook tot jullie toolbox kan behoren, zodat je daar zelf mee kan gaan experimenteren en mee kan gaan werken. Want je kan vervolgens ook, als je een les hebt gegeven, weer zien in de rapportage, de klassikale les die we nu hebben gegeven, hoe is dat gegaan? Wie hebben daar aan meegedaan? Wat was de interactie? Hebben mensen het goed gedaan? Ik kan specifiek kijken welke leerling precies bezig is. Nou, ik wil bijvoorbeeld Erik's School even weten. Dit heeft Erik's School beantwoord. Die had natuurlijk alles goed, dus daar ben ik ook heel blij mee. Ja, die laatste vraag die telt niet, want die hadden we niet goed gedaan. Dus wat dat betreft ben ik helemaal tevreden. Nou, je kan zien hoe lang de les heeft geduurd, hoe lang die is gepland in ieder geval, wanneer die is gegeven. Het vak wat je hebt gegeven, dat kun je nog zelf aanpassen. Ik heb het nu even burgerschap genoemd, maar daar kun je eigenlijk uit kiezen welke vakken er allemaal zijn. Dus dat geeft ook wel in ieder geval ook nog een beetje feedback over van zijn de studenten ook aanwezig geweest? Hebben ze meegedaan en hebben ze antwoorden gegeven op de vraagjes die je ook tussendoor hebt, om ze dus ook te betrekken bij de les. Nou, dat eigenlijk even in het kort over LessonUp. Daar zitten nog veel meer mogelijkheden in. En daar ben ik heel benieuwd mee of jullie daarmee willen experimenteren. Dingen als differentiatie, je kan vertakkingen maken. Je kan leerlingen ook op een eigen moment de LessonUp les die jij maakt laten doorlopen. Dan zijn zeker die differentiatiemogelijkheden heel handig. Geef ze steeds een fout antwoord op een vraag, kun je weer terug naar de uitleg of extra uitleg aanbieden. Dus je kan daar best wel, het is een krachtig hulpmiddel in die zin. En ook dat kun je dus achteraf weer terugzien. Hebben daar mensen inderdaad gebruik van gemaakt. Dus je kan ook opdrachtjes klaarzetten eigenlijk. Ik vind het een heel mooi tool. En heel fijn dat Mondriaan daar in ieder geval ook de beschikking voor stelt voor alle docenten om daarmee te werken. Michel, wil jij daar verder nog iets over zeggen?
Nou, dat was leuk. Een enerverende quiz. Ja, toch maar weer even terug uit die quiz naar waar het hier om gaat vandaag. Hè? Dus een online les. Ja, we hebben jullie meegenomen in die vijf stappen. Hè? In vijf stappen naar goed online leren en lesgeven. We hebben gekeken naar die derde stap. Denk niet in lessen, denk in leeractiviteiten. Ja, je voelt wel een beetje aan. Het is een soort mengpaneel eigenlijk waar je aan de knoppen kunt zitten. Dus per leeractiviteit kun je verschillende keuzes maken. Even terug, welke leeractiviteiten hadden we? Dat waren deze vijf. Hè? Oriënteren, uitleggen, begeleid inoefenen, zelfstandig verwerken en evalueren. Ja, dat kunnen er ook 6 of 7 zijn of je kunt ze anders invullen. Maar we gaan even uit van leeractiviteiten, zodat we per leeractiviteit kunnen bepalen, hey, maar hoe ga ik die dan vormgeven en aanbieden aan mijn studenten? 4 keuzes die je voor nu kunt maken. Doe ik dingen online of doe ik dingen offline? Ik kan me voorstellen dat er bepaalde leeractiviteiten zijn die, waarvan jij zegt, ja, nee, maar dat kan helemaal niet online. Dat moeten we gewoon face-to-face bij elkaar fysiek in dezelfde ruimte doen. Ja, dan is dat een gegeven en dan moeten de andere dingen misschien wel online. Sommige dingen ja, moeten gewoon synchroon, hè, dus op hetzelfde moment. En sommige dingen kunnen asynchroon, hè, dat betekent dat ze hun eigen tijd en tempo kunnen kiezen. Dat is dan ook meteen de derde keuze, want kiezen ze hun eigen tijd en tempo of zeg jij nee, ik neem ze in een soort klassikaal tempo aan de hand mee door mijn dia's. Hè. Dus jullie volgen allemaal mijn tempo of zeg je ga maar even zelfstandig aan de slag en doe dit even in je eigen tijd en tempo. En de vierde en voor nu laatste is de vraag, wat doen ze dan alleen en wat doen ze samen? Ja, bijvoorbeeld in een klaslokaal waar jij heel gemakkelijk even kunt zeggen, nou weet je wat, werk even in groepjes. Ja, dat is online misschien wat lastiger. Dat kan overigens wel, dat kan prima zelfs. Dus dat betekent dat je ook online de keuze hebt voor samenwerkend leren. Dus eigenlijk is een mix van al deze keuzes mogelijk, maar het ene moment of het ene stukje leerstof of het ene vak leent zich wat meer voor de ene keuze dan voor de andere keuze. Ja, en soms zijn dingen voor jou bepaald. Hè? Dus bijvoorbeeld nu, Erik en ik hebben dit voorbereid, maar wij wisten dat we jullie op dit moment zouden treffen online. Dus het is synchroon online. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, we willen dat op een hele andere manier doen, maar dat kan niet, het is een gegeven. Zeg maar, hè? Dus soms staan keuzes vast. Nu heb ik op verschillende mbo-instellingen, maar ook bij een aantal van jullie scholen gezien, een van de keuzes die soms vaststaat is, wij kiezen ervoor om een deel van de studenten fysiek bij ons in het lokaal te hebben, zeg een stuk of 12, en de andere helft, ook weer een stuk of 12, die haken online aan. En in eerste instantie dacht ik, ja, dat is toch niet de ideale situatie. Maar dat geldt voor alles, dit is niet de ideale situatie. Dus de vraag is even, hoe zou je daar dan mee om kunnen gaan? Nou, wat ik veel zie, ik neem jullie even mee langs 5 verschillende scenario's, is scenario 1. En dat is, oké, dan geef ik gewoon mijn les zoals ik dat anders zou doen als die 24 studenten in mijn lokaal zouden zitten. Alleen nu in de wetenschap dat er 12 fysiek aanwezig zijn en die andere 12 die haken aan via een Teams laptop of iets dergelijks. En ik denk dat dit wel kan, maar echt maar tot op zekere hoogte. Kijk, als jij even een stukje uitleg geeft of je geeft een instructie op een werkvorm die ze moeten doen, ja, dan is dat prima. Daar is over het algemeen weinig interactie nodig, hè? Pas als het wat langer duurt misschien wel. Nou, dan zou je dat eventueel ook nog wel kunnen regelen. Maar dat houdt wel een keer op. Ik denk niet dat je een hele les op deze manier kunt doen. Ja, lesgeven aan studenten fysiek in je lokaal is al een uitdaging. Lesgeven aan studenten allemaal online is al een uitdaging. En als je ze dan en fysiek en online hebt, ja, dat is bijna niet te doen. Hè. Dus voor een uitleg zou dat misschien nog wel kunnen, maar voor een aantal van die andere leeractiviteiten lijkt mij dat niet wenselijk. Wat je ook zou kunnen doen, scenario 2, is nou weet je wat, dan concentreer ik mij eerst even op die 12 studenten die hier fysiek aanwezig zijn, 25 minuten. Dan geef ik ze een opdracht en dan zeg ik, ga daar maar mee verder aan de slag. En dan de tweede helft van mijn les, 25 minuten, ik noem maar iets, hè, concentreer ik mij op die studenten die online zijn, die in die eerste 25 minuten een voorbereidingsopdracht hebben gedaan. En nogmaals, ik noem maar iets, maar dan richt je dus je focus op één van beide. Dat is scenario 2. En dat zou ook kunnen zijn, deze week de ene groep en de volgende week de andere groep. Hè. Dat is ook een keuze die je kunt maken. Het derde scenario, en dat past meer bij bijvoorbeeld het begeleid inoefenen of het zelfstandig verwerken, is dat ik zeg, nou, ik heb een opdracht voor jullie klaarstaan en ik maak even maatjes of duo's of tweetallen, hoe je het ook wil noemen. En dan kies ik ervoor om 1 fysiek aanwezige student te koppelen aan 1 online aanwezige student. En die kunnen dan samen met elkaar met zo'n verwerkingsopdracht aan de slag. Scenario 4 van de 5 is, ik wil graag met groepjes aan de slag. Eerste keuze die je dan hebt is, dan maak ik groepjes van de studenten die fysiek aanwezig zijn, dus die zitten bij elkaar. En ik maak ook groepjes van studenten die online
aanwezig zijn. Die zet ik dan in een breakout room, wat iemand pas een outbreak room noemde, wat ik heel grappig vond, hè? Passend bij de tijd, maar een breakout room. Als je zegt, nou, ik werk eigenlijk regelmatig met vaste groepjes, dus die studenten zitten bijvoorbeeld voor een project of zo in een vast groepje, ja, dan is dit misschien niet altijd een mogelijke keuze. Dan zou je scenario 5 er ook nog voor kunnen kiezen om te zeggen, nou, dat betekent dus dat van die groepjes zit er eentje in de klas, maar zijn er 3 online aangehaakt, of zitten er 3 in de klas en is er eentje online aangehaakt. Dus dat zou dan meer een mix zijn, om het zo maar te zeggen. Dus niet ideaal, nee, niets van dit alles is ideaal. Maar als we dan gegeven de situatie moeten nadenken over hoe kunnen we dat dan het beste aanpakken, dan geven we deze scenario's daar misschien wat handvatten voor, als het gaat om die mix. Als we het dan hebben, afrondend, over die mix en de knoppen waar je aan kunt draaien, dan hebben we het eigenlijk over 1 ding nog niet gehad en dat zijn die leerversterkers. Dus tot slot van dit webinar neem ik jullie nog even mee langs die leerversterkers. Ja, ook dat zijn er natuurlijk weer oneindig veel, maar we beperken ons even tot een klein aantal voor nu. En dan begin ik eventjes met interactie. Ja, ik denk dat wij in ieder geval hebben geprobeerd, het is aan jullie om dat te beoordelen, om wat interactie op gang te brengen. En met zo'n grote groep online is dat lastig. Dat kan ook veel eenvoudiger, hè? Daar hoef je niet eens tools voor in te zetten. Ik kwam pas de werkvorm 3-2-1 chat tegen. Superleuke werkvorm. Je zegt tegen je studenten, ik heb een vraag voor jullie, open vraag. Typ je antwoord even in de chat, maar klik nog niet op verzenden. Pas als ik zeg 3-2-1 chat, dan klik je op verzenden. Dus het hoeft allemaal niet met ingewikkelde toepassingen. Maar dat is een manier om wat interactie tussen jou en je studenten op gang te brengen. Maar ook om ze te activeren. En nogmaals, heeft dat zin? Ja, dat heeft zin. Zelfs tijdens een uitleg even een paar kleine opdrachtjes tussendoor om ze te activeren. En dan bedoel ik niet, sta op en loop een rondje. Dat is overigens ook belangrijk. Maar ik bedoel eigenlijk het leren en denken van die studenten activeren. Een derde component is individuele aanspreekbaarheid. En dat betekent eigenlijk dat studenten op ieder moment tijdens zo'n leeractiviteit precies weten wat ze moeten doen. Ook betrokken zijn, geactiveerd zijn om dat te doen. Bij wijze van spreken het gevoel hebben dat ze op ieder moment de beurt kunnen krijgen. Heel eenvoudig voorbeeld ervan. Ik kan vragen, zeg Jeroen, ik heb een vraag voor jou. Nou, Jeroen, let op als het een beetje mee zit, maar de rest is afgehaakt. Wat ik ook kan doen is mijn vraag stellen. 10 seconden wachten, dat is belangrijk, want dan geef je ze denktijd. Gemiddeld als docent wachten wij 1,1 seconde na een vraag. Dat is te kort. 10 seconden wachten en dan noem je pas de naam. Dat is individuele aanspreekbaarheid. En op een gegeven moment zullen ze merken, ik moet erbij zijn, want voor je het weet ben ik aan de beurt. Dan het leren zichtbaar maken, dat zei ik al. Hè. Niet alleen het leren en denken activeren of voorkennis activeren, maar ook proberen om het zichtbaar te maken, zodat je daarbij kunt aansluiten, iets kunt doen met de opbrengst. Het meest eenvoudige voorbeeld is een techniek die wij allemaal gebruiken, dat is namelijk vragen stellen. Er zijn geen domme vragen, maar wel slechte vragen. Dus je moet wel de goede vragen stellen. En een goede vraag is wat mij betreft dat je aan het antwoord van een student kunt afleiden of die het ook daadwerkelijk heeft begrepen. Nou, daar zijn allerlei technieken voor. Dat werkt in een klas, fysiek, face-to-face, maar dat werkt ook in een online les, mits je rekening houdt met die individuele aanspreekbaarheid. En voor nu even de laatste waar je over na kunt denken, dat is recht doen aan verschillen of differentiëren, of hoe je het ook wil noemen. Als je per leeractiviteit een ontwerpje gaat maken, zou je je ook per leeractiviteit kunnen afvragen, wacht eens even, misschien kan ik hier wat meer recht doen aan verschillen, door in te spelen op het niveau, op het tempo, of juist gebruik te maken van verschillen, door een goede student en een wat minder goede student bij elkaar te zetten en elkaar te laten helpen. Dus nogmaals, er zijn een hoop knoppen waar je aan kunt draaien. Ik denk dat dat heel aardig is om daar eens mee te gaan experimenteren. Keep it smart and simple en denk niet in lessen, maar denk in leeractiviteiten. En dan is voor de afronding het woord weer aan jou, Erik. Ja, het is natuurlijk heel veel informatie wat je allemaal zo tot je krijgt. En daarom hebben we eigenlijk ook een overzicht gemaakt, een overzichtelijk stappenplan, waarin al die informatie waar Michel en ik het net over hebben gehad, eigenlijk nog eens op een rijtje staat, maar ook bij elkaar gezet is. Wat heb je nou nodig bijvoorbeeld bij de introductie, wat zou je daar kunnen doen aan activiteiten, waar begin je mee en waar eindig je mee? En dat is het 5-stappenplan wat we hebben.
Daarin staat dus eigenlijk bij de eerste stap van bepaal je leerdoelen en je succescriteria. Ook nog even genoemd hoe dat dan werkt. Waar kun je dus allemaal je leerdoel, hoe formuleer je dat? Hoe formuleer je dat smart op een goede manier? Hoe wil je evalueren? Ook belangrijk om daar natuurlijk vooraf goed over na te denken. Wat wil je uiteindelijk meten aan het einde van het verhaal? En denk in leeractiviteiten. Dat is eigenlijk de volgende stap. Nou, als je dit blad omdraait, zie je eigenlijk nog de laatste stappen die we hebben. Zorg voor de goede mix waar Michel net over heeft gehad. En gebruik leerversterkers. Dingen als leren zichtbaar maken, recht doen aan verschillen. Dat zijn allemaal mogelijkheden die je ook juist met online onderwijs veel sterker nog kan inzetten dan wat je misschien wel normaal gesproken in de klas moet doen in de korte tijd die je hebt met alle leerlingen voor je neus. Dus in die zin biedt corona ook echt wel kansen om te kijken hoe kunnen we meer differentiatie bijvoorbeeld gaan doen in ons onderwijs. Nog meer dan je misschien al doet. En hoe kun je zelf ook wat efficiënter met een aantal dingen werken. Dit zijn eigenlijk de vijf stappen, dus nog eventjes in de notendop. Als je hem nog een keer omdraait, het is een heel speciaal blad, want we hebben drie kanten. Dan kom je bij het stukje, eigenlijk de dingen die we net hebben genoemd, al die onderdelen. Maar daar wordt ook gekoppeld aan een aantal tools die je kan gebruiken. Je kan bijvoorbeeld die QR-code scannen die hierop staat, dat hoef je nu niet te doen. We delen natuurlijk dit formulier met je. Maar welke tools kan je nou bijvoorbeeld gebruiken allemaal bij begeleid inoefenen? Nou, dan zou je dat whiteboard kunnen gebruiken in Teams of waar we net mee hebben geoefend, het whiteboard.fi. Die digitale wisbordjes. Zo hebben we eigenlijk voor een aantal van de stappen al een aantal tools benoemd. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. En dat blijft ook iets wat continu in ontwikkeling is. Het is niet zo dat dit de lijst is, dat die uitputtend is. Maar we hebben wel op basis van onderzoek, onderwijskundig onderzoek, gekeken welke fasering zit er in ons onderwijs. En welke manieren kun je daaraan toevoegen om ook die interactie, die continue link zeg maar, te houden. Om je studenten ook actief bij die lessen te houden. Hoe doe je dat? En dat is, vind ik wel mooi aan dit model, dat dat in ieder geval allemaal ook aan elkaar gekoppeld wordt. En dat je niet ziet, hey, een tool, ja, een van de vele tools die er zijn, maar waar past die tool nou precies bij en op welk moment kun je die ook inzetten, daarvoor kiezen om dat te doen en daar ook mee te variëren. Dat is ook heel belangrijk, want ja, op een gegeven moment zijn ze Mentimeter of Kahoot zijn ze ook wel zat. Ze zullen LessonUp natuurlijk ook wel een keertje klaar mee zijn, ook kun je daar natuurlijk veel meer mee en veel meer kanten op, dus dat kun je wel weer interessant houden. Maar ja, met al die kleine tips die daarin zitten, ook de hele sterke, dat 3-2-1 chat bijvoorbeeld als leerversterker nog toevoegen. Ja, kon je eigenlijk je lessen toch een stuk interessanter nog maken. De link naar het stappenplan kun je hier vinden. Hij staat natuurlijk ook op mondriaan.net. Dit is een link naar de OneDrive, dus misschien werkt die wel niet. Het zou kunnen, maar het is een gedeeld document op OneDrive. Als het goed is, als je bent ingelogd met je Mondriaan-account en je klikt er dan op, zou die het moeten doen. Maar mocht dat niet zo zijn, don't worry, want we zorgen ervoor dat het stappenplan natuurlijk duidelijk te vinden is, zoals die nu al ook op Mondriaan.net te vinden is. Dat is in ieder geval wat we met jullie zo een beetje in deze tijd wilden delen. Laten we even kijken wat we nog meer in ons programma hadden. Hé, daar is Michel weer. Misschien dat jullie wel of niet hebben gemerkt. Michel en ik hebben samen deze workshop natuurlijk voorbereid, toch Michel? Ja, en dat was nog best wel lastig, want Michel kon hier vandaag eigenlijk helemaal niet zijn op dit moment. Hij is nu ook een workshop aan het geven ergens anders in het land. Dus Michel die heeft helemaal geen last van mij, hoeft ook geen mondkapje op. En die kunnen we gewoon hier laten staan. Geen probleem. En dat is wel leuk, dat is ook een van de mogelijkheden die we natuurlijk hebben tegenwoordig met digitaal onderwijs. Je kan tijd en plaats onafhankelijk aan de slag en Michel kan ook een goed gesprek met zichzelf voeren op deze manier. Dat maakt helemaal niet uit. Dus hij zit nu in een loopje. Dus hij blijft nog even bij ons. Want het kan natuurlijk zomaar zijn dat jullie wat vragen hebben. Ik weet niet of er in de chat al vragen zijn gesteld. En zo niet, dan is dat helemaal niet erg. Want dan hebben jullie al heel veel informatie natuurlijk gekregen. En kun je even rustig op je in laten werken. Maar mocht je nu nog vragen hebben of op een later moment denken van, hey, ik vind het toch wel interessant en ik wil hier meer over weten. Er is ook de mogelijkheid om een workshop hierover verder te krijgen. Want het belangrijkste is natuurlijk om hier vooral mee te oefenen. Ik vergelijk het wel eens met skateboarden. Je kan heel goed uitleggen, ga op die plank staan en ga steppen, dan kom je er wel. Maar het is vooral veel oefenen.
liefst in een veilige omgeving en ook veel feedback krijgen. Ja, dus daar kunnen we zeker mee helpen. Daar kan Michel ook nog mee helpen. Dus als het zo is dat je daar verder mee wil met je team, met je collega's, om daar een keer een goede sessie over te hebben, geef dat ook aan bij de Mondriaan Academie. Via OOA kan dat ook. Hier in de chat kun je nog een oproep doen. Maar verder wil ik het qua inhoud eventjes nu hierbij bij laten. Michel is blij. Dat is mooi om te zien. En hij is verder heel rustig zo. En we hoeven dus ook geen mondkapje op. Dus mocht je dat al hebben afgevraagd. Ja, aan het begin stonden die twee wel heel dicht bij elkaar. Valt best wel mee. Er is een vraag. Is er een bronnenlijst? Ik neem aan dat je de bronnenlijst bedoelt van het vijfstappenplan. Die is er. Die staat ook op het vijfstappenplan zelf. Maar Michel van Ast heeft zelf twee hele goede boeken geschreven over dit onderwerp. Kleppen dicht, dat is een boek al wat ouder is, maar het gaat eigenlijk over ICT in je klas brengen. Hoe doe je dat? Hoe zorg je dan voor klassenmanagement? Wat voor kansen biedt dat? Maar ook wat voor uitdagingen komen er allemaal bij kijken? En als opvolging daarvan is het boek Kleppen open. Hé, Michel? Ja, ja. Kleppen open is een leuk boek wat weer wat verder gaat. Van hoe kan je ICT echt gebruiken als versterker van je onderwijs. Dus dat zijn in ieder geval twee praktische aanraders. Verder is het zo dat er nog meer bronnen zijn. Die staan volgens mij wel benoemd. Er is een heel goed boek van Hattie over leren zichtbaar maken. Ja, uit mijn hoofd zijn dat een beetje zo de bronnen die hiervoor gebruikt zijn in ieder geval. Jeroen vraagt nog een off-topic vraag in die zin, maar helemaal leuk. Met welke software hebben jullie dit webinar gemaakt? Nou, we hebben nu sinds een tijdje de studio in het Techniek Innovatiehuis open. We hebben hier een greenscreen en we maken gebruik van een camera, een spiegelreflexcamera. Maar daar kan je eigenlijk iedere camera voor gebruiken die je wil. En het programma OBS. Als je je abonneert op ons YouTube-kanaal, goede link, dan kun je ook in ieder geval in onze video's die we al eerder gepubliceerd hebben, kunnen we kijken naar de tutorial livestreamen als een pro. Daar leg ik uit hoe je OBS, gratis programma, kan gebruiken om dit soort video's mee te maken. Dus vergeet niet, abonneer je op ons kanaal. Volgende week wil ik jullie uitnodigen om weer op hetzelfde tijdstip te komen kijken naar een volgende workshop. Die gaat over Microsoft Teams. Die wordt gegeven ook door Ralf Hillebrand, expert op het gebied van digitale didactiek bij de Hogeschool Rotterdam. Maar kan ook heel veel vertellen over de werking van Teams, alle tools die je daarin tot je beschikking hebt. Dus wil jij of ken je collega's die nog wel wat hulp kunnen gebruiken bij het inzetten van Teams? Schakel vooral volgende week in op hetzelfde kanaal op YouTube. Dankjewel voor jullie aanwezigheid en tot ziens!